Goeiedag. Prachtige dag was het vandaag in Nederland met veel zon en temperaturen rond 25 graden in de loop van de middag. Heerlijk weer om naar buiten te gaan. En als je dan buiten bent en zeker ook in de natuur bent, dan zie je dat er momenteel wel heel veel grassen in bloei staan. En die zorgen voor veel pollen in de lucht. Extreem veel graspollen zijn er zelfs. En dat betekent hooikoortsklachten. En voor de mensen die last hebben van hooikoorts heb ik geen goed nieuws, want de komende dagen verandert er weinig en zullen de pollen waarschijnlijk alleen maar verder gaan toenemen. Ja, en het mooie zomerse weer. Dat zorgt ook voor mooie zomerse plaatjes, deze foto. Die werd in Noordwijk gemaakt. Mooie blauwe lucht met die wolkensluiers en dan ook die felle kleuren van die bloemen. Komende dagen zullen dit soort foto's wel meer gemaakt kunnen worden, want het zomerse weer blijft voorlopig aanhouden. We hebben te maken met een hoge drukgebied boven het westen van Europa en dat zorgt ervoor dat de temperatuur flink kan oplopen en dat er niet al te veel bewolking is. Soms trekken er wel wat wolkenvelden over, maar over het algemeen is die bewolking dun en komt de zon er dan goed doorheen. In het noorden van het land zagen we deze ochtend wel veel lage bewolking en ook wel mist. Nou, dat kan komende nacht weer gaan gebeuren. Morgenochtend kan het dan wel weer een beetje grijs gaan beginnen. Overigens, komende avond is het heerlijk weer. Temperatuur blijft lang boven de 20 graden. Pas als de zon ondergaat, en dat is rond 10 uur, dan zal het gaan afkoelen tot een graad of 12 in de nacht. Ja, en zoals gezegd, morgen dan weer een zomerse dag met temperaturen oplopend naar 25 of 26 graden in het binnenland. Aan zee zal het iets minder warm worden. En dat heeft alles te maken met de westenwind die er staat, die is zwak of matig. En zoals gezegd, morgenochtend misschien toch wel weer in het noorden en ook op de Waddeneilanden eilanden wat nevel en mist. Maar dat lost vrij snel op. En de dagen erna houden we gewoon dit warme en zomerse weer. Met temperaturen over het algemeen rond de 25 graden. Dat geldt voor donderdag, vrijdag, maar ook voor zaterdag. Ook dan is het nog zeer warm en blijft het droog weer. En als we dan nog wat verder gaan kijken en we kijken naar de pluim. dan zien we eigenlijk dat er nog geen einde aan gaat komen aan dat warme weer. Sterker nog, volgende week is de trend dat de temperatuur nog iets omhoog gaat. Nog een fijne dag.